Deze week in Willem Wever gaat Nina mee op een zwaar beveiligde geldwagen. Is Anne voor het antwoord op haar vraag een dagje slechtziend? Dan moet hij dan. En gaat onze reporter weer op pad voor de wekelijkse actuele vraag? Nina, wat is je vraag? Hoe werkt de geldtransport? En hoe ben je daarop gekomen? Ik zie best wel vaak van die wagens door het dorp rijden en ze zien er zo mooi en gepantserd uit. Van die stoere mannen en vrouwen met zo'n grote wagen. Ja, wat wij gaan doen, we gaan vandaag op geldtransport. Een groot blok wat ervoor staat. Ja. En allemaal camera's, zie je dat? Hallo, Willem Wever! Doe eens open! Goedemiddag, Willem Wever. Ja, waar komt u voor? Willem Wever. Oké, wat zijn de namen? Nina. En ja. Ewout. En wat is het kenteken van die voertuig? Moment. Ja hoor. 87JFLR. Ja, u mag verder komen. Bedankt. Zie je wat, ik zei toch dat de deuren voor ons altijd open gaan? Mooi zo. Dat vind ik wel spannend. Toch? Ja. Nou, deur nummer 4. Je kunt doorlopen. Strenge man. Ik wil geen ruzie hebben. Nee. Hebben jullie een legitimatie bij jullie? Willem Wever perskaart. Hebben jullie ook iets anders bij jullie? Een paspoort? En hieronder even een naam. Een handtekening. Wij zijn de geldlopers. Laura is onze chauffeur vandaag. Oké. Okay. En ik ga met jou de klanten bezoeken. En wat doet een geldloper precies? De meneer van de supermarkt, als je een heleboel geld hebt, dan gaat hij ons bellen, dan komen wij bij hem ophalen. Lijkt het je leuk vandaag te helpen? Ja, lijkt me heel erg leuk om te doen. Als geldloper? Ja. Krijg je van ons een portefeuille mee. En die heb je vandaag de hele dag nodig om contact te leggen met onze meldkamer. Okay. Die wil de hele dag weten waar we zijn. Dat is een heel belangrijke taak. Dag meldkamer, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag geld ophalen bij de bank Eiburg en dan geld ophalen bij de supermarkt in Hoofddorp. Bedankt, meldkamer. Tot ziens. Waarom weten jullie soms nog niet wat jullie gaan doen? Dat heeft allemaal met veiligheid te maken. Niemand weet wat wij vandaag gaan doen. Daar kan ook niemand wat voorbereiden. Dus alles om het zo veilig mogelijk te houden elke dag. Nou, op dit moment is Laura de auto aan het laden. Dan gaat dus het geld wat we weg moeten brengen gaat erin. Waarom mogen wij daar niet bij zijn? Ja, dat is allemaal helemaal geheim. En er zitten zoveel maatregelen om te voorkomen dat er iets fout gaat. En die willen we gewoon niet op tv. Hoeveel geld zou er liggen hier? 20 miljoen. 20 miljoen? Hoeveel ligt er ongeveer hier binnen? Ja, dat wisselt per dag. Maar echt exacte aantallen mogen we ook niet noemen. Miljoen? 2 miljoen? Wel, hè? Ja, over de miljoen. Zo dik staan en even op het raam, kloppen ze op het raam. Kijk, Laura hoort ons niet eens. Het is heel dik. Hoe goed is deze wagen nou eigenlijk beveiligd? Nou, eigenlijk alles wat bij een overval komt kijken, daar is hij tegen bestand. Bommen en tegen kogels. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat ze geprobeerd hebben om je te overvallen? Nee, ik heb gelukkig nog nooit wat meegemaakt. Waarom staat er eigenlijk waardetransport op zo'n wagen? Omdat we op willen vallen. Dus de politie ziet heel snel dat het om waardetransport gaat, maar ook iedereen die over straat loopt. Dus als er dan wat mee aan de hand is, dan kan iedereen heel snel gaan bellen van er is wat met die auto aan de hand. Zelfs vanuit de lucht, er staat een heel groot nummer op het dak, kan je zien dat het om een geldtransport is. Er staat een hele een identificatiecode op het dak. Okay. Gaat dit goed? Moet ik je een hand geven? Volgens mij G523. Zo. Mogen we misschien een ritje meerijden? Ik heb alleen maar plek voor 3 personen. Dus Ewout, jij moet er helaas achteraan rijden. Oh. En zo gaat Nina dus op pad met Laura en Stefan om geld op te halen bij de bank in Amsterdam. We gaan er wel heel dicht tegenaan staan. Kijk, je staat er echt vlak tegenaan gekeerd. Oh. Hallo! Oh, een beetje grap daar, hè, denk ik. Er komt niemand erbij. Voor de veiligheid? Ja, inderdaad, voor de veiligheid. Er kan er geen boef tussen komen. Nee, geen boef, maar zo kunnen jullie er zelf toch ook niet tussen komen?
Dat is de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Want hier zit een gat. Die gaat open en daar kan, daar kan dan de koffer doorheen. Hallo Nina, hier Ewout. Ja, hallo. Wat gebeurt er hier, Nina? Ik krijg nu de koffer in mijn handen. Hallo Ewout, we gaan nu rijden. Oké, Nina, tot zo. Tot zo. Want Nina's taak zit er nog niet op. Bij de supermarkt in Hoofddorp ligt nog een zak met geld voor haar klaar. Ah, daar is ze. Is die zwaar? Ja, best wel, ja. Mag ik eens voelen, een seconde? Oh, dat is inderdaad wel even wat gewicht. Ja. Pak jij maar weer. Oh, sorry. Ja, want geld ophalen gebeurt niet met een plastic tas. Ook hiervoor gaat een lege beveiligde koffer mee naar binnen. Hi Kees. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is de poen. Dat is de poen. Hoeveel is het? Dat mag ik niet zeggen. Oh. Maar het staat je goed hoor, die koffer met geld. Ja. Zo. Gaan we snel vandoor. Tot zo. We weten nu hoe het geldtransport werkt. En met het geld van de supermarkt en de bank kunnen we terug naar het hoofdkantoor. Maar stel dat de koffers onderweg gestolen worden. Ja, ik zou zeggen, hé, wat succes. Geld krijgen we nu. Ja, neem jij die koffer. Neem jij maar. Nee, jij maar. Het is ons geld, nu hebben we het geld. Het is toch wel fijn om wat geld te hebben? Ja. Of niet? Ja. Oh, dat begint nu. Wat? Wat gebeurt daar? Ja. Ik denk leuk, we krijgen wat geld. Maar nee dus. Nee, dat was ons geld. Dat was je geld? Nou, ik denk dat ze bij de supermarkt dit niet meer accepteren. Nee. Dus, wat betekent dat dan, Nina? Je kan best geen koffer stelen, want nee. Schiet er toch niks mee op. Want dan komt er toch allemaal rook uit en al het geld wordt allemaal verpest. De buit voor vandaag, alsjeblieft. Dankjewel. En wij gaan snel door met de Willem Wever quiz. Hoi allemaal en welkom bij de grote Willem Wever quiz. In deze quiz strijden de 12 provincies om de grote Willem Wever beker. 3 kinderen uit een provincie nemen het tegen elkaar op en strijden erom wie uiteindelijk in de finale de provincie mag vertegenwoordigen. Alleen de beste provincies komen in de finale terecht. En deze week zijn hier 3 kinderen uit de provincie Noord-Brabant. Brabant, laat je horen! Hoi! Ja, we hebben Jasper, Bibi en Mandy. Leuk dat jullie er zijn. Heel veel succes vandaag. We gaan ook direct beginnen met de eerste vraag. De wereld telt heel veel landen, 192 landen om precies te zijn. Rusland, Canada en de Verenigde Staten zijn de grootste. Maar ik ben bij deze vraag voor 1 punt op zoek naar het kleinste land ter wereld. Wat is het kleinste land ter wereld? Is dat A, Vaticaanstad, dat is het land waar de paus woont, B, Monaco of antwoord C, Luxemburg? De tijd gaat nu in. De tijd is gestopt. Draai de bordjes maar om. Bibi, jij denkt Vaticaanstad. Mandy, jij denkt Luxemburg. En je hebt heel klein geschreven. Jasper, wat denk jij? Monaco. Monaco. Het moet zijn Vaticaanstad. Antwoord A. Heel goed, Bibi. Ja, Vaticaanstad ligt midden in de stad Rome in Italië, maar toch is Vaticaanstad een eigen land. En het is 500 keer zo klein als Amsterdam is, onze hoofdstad. Dus het is echt heel klein. Bibi, jij staat aan kop naar deze eerste vraag. Ja, die mensen die konden hun nies niet helemaal tegenhouden. Spetters zien we in het rond vliegen. Maar wat ik wil weten is, met welke snelheid gaat dat eigenlijk als je niest? Ik kan er een beetje bij verhalen dat het behoorlijk hard gaat. Degene die er het dichtst bij zit, die krijgt de meeste punten. Ga je gang. En de tijd is om. Draai die bordjes maar om. Bibi, jij zegt 0,5 kilometer per uur. Jasper, jij zegt... 100 kilometer. 100 kilometer per uur. En Mandy, jij denkt 80 kilometer per uur. Ja. Nou, als je hard niest, dan kun je wel 150 kilometer per uur niezen. Dat is veel sneller dan een auto. En dat betekent dat Jasper 3 punten heeft gekregen, Mandy 2 punten en Bibi, ja, 1 punt. Ben je wel eens met het vliegtuig op vakantie geweest? Ja. Ja, 1 keer. Daar wil ik namelijk wat van weten, want ja, aan boord heb je van die toiletten en dan hoor je zo'n zuiggeluid als je daar naartoe geweest bent. Maar de vraag is,
Wat gebeurt er met al het poep en plas in dat vliegtuig? Is dat antwoord A? Zodra het vliegtuig boven zee vliegt, wordt het gedropt. Antwoord B, het wordt opgeslagen in de staart van het vliegtuig en bij de landing geloosd. Of is het antwoord C, het wordt opgevangen in een bak onder het toilet waar een speciaal stofje in zit waardoor het direct oplost. En de tijd is ondraaibaar om die bordjes. Jasper, jij denkt antwoord A. Mandy, jij denkt ook antwoord A. En Bibi, jij denkt antwoord B. Het goede antwoord moet zijn antwoord B. Heel goed gedaan, Bibi. Ja, het wordt opgeslagen in de staart. En als ze dan op het vliegveld zijn, dan zijn er van die speciale wagentjes die er zo'n slurf aan hangen. En dan wordt al die viezigheid wordt er zo uitgehaald. Ja, dat betekent dat Bibi nu aan kop staat. Mandy, jij staat onderaan. Kom op, hè, voor de volgende vraag. Luister goed naar wat je hoort. Hoorde je antwoord A, vogels, antwoord B, zeehonden of antwoord C, cavia's? Voor 2 punten. En de tijd is om, draai maar om die bordjes. Cavia's? Nou, het is inderdaad een cavia, dat moet het goede antwoord zijn. Nou, heel goed, Bibi die staat nog steeds aan kop. We gaan dan weer naar de laatste vraag in deze quiz. Jullie zien hier vrouwen die allerlei kabels in een bord steken. Maar de vraag is, wat doen deze vrouwen nou eigenlijk? Is dat antwoord A? Deze vrouwen die spelen een levensgroot computerspel. Antwoord B, de vrouwen steken stekkers in het stopcontact om de stadsverlichting aan te doen. Of antwoord C, de vrouwen die maken telefoongesprekken mogelijk. Voor 3 punten. Draai maar om die bordjes. Antwoord C. Inderdaad, ja, vroeger moest je eerst naar een telefoniste bellen en die verbond je dan weer door met degene die je nodig had. En soms ging dat wel eens verkeerd en dan was je ja, letterlijk het verkeerde kabeltje erin gestopt, dus was je verkeerd verbonden. En nu zeggen we dat eigenlijk nog steeds als we verkeerd iemand aan de lijn hebben. Ja, jullie hebben het allemaal heel goed gedaan, maar de winnaar van deze grote Willem Wever-quiz van vandaag is geworden met 9 punten, Bibi! Yay! Gefeliciteerd, Bibi. Dankjewel. Ja, jullie hebben met z'n allen 24 punten verzameld, hartstikke mooi. En als Noord-Brabant hoog in het klassement komt te staan, dan zul jij, Bibi, straks de finale gaan spelen. Jasper, Mandy, bedankt. Jullie krijgen een Willem Wever-tas en Bibi, jij hebt sowieso het Willem Wever-pakket al te pakken. Dankjewel allemaal en tot volgende week bij de grote Willem Wever quiz. Doei! Doei! Caroline, waar zijn we? We zijn vandaag in het Zeevaart, dat is een hele grote kunstbeurs. En er zijn nog nooit zoveel privéjets na Maas teruggekomen. Want er zijn heel veel kunstliefhebbers en die hebben geld. Echt veel geld, want kunst is duur. En wat gaan we hier doen? We gaan kijken waarom moet kunst nou zo duur zijn? Wat maakt kunst dure kunst? Volgens mij, Caroline, is het daar allemaal wel een beetje een chique bedoeling, hoor. Ja. Willem Wever zit bovenop het nieuws. Wekelijks gaan onze vaste reporters op onderzoek uit. Vandaag staat Caroline. Wat voor schilderij is dit nou? Het is geschilderd door Jan Steen en het stelt een Bijbelse voorstelling voor. En hoeveel kost zo'n schilderij als dit nou voor een normale mens? 1,8 miljoen euro kost. Maar dat is ontzettend veel. Waarom is het zo duur? Dit is een periode die heel erg gewild is, 17e eeuw. Het wordt door heel veel mensen verzameld. Mensen willen het graag en dan gaat die prijs natuurlijk ook omhoog. Maar wie bepaalt dan de beginprijs? En soms kan dat op een veiling zijn, hè? Dus een veiling die dat bepaalt. En dat is een beginpunt, een zogenaamde taxatie. Maar dat kan ook bijvoorbeeld iemand zijn die het van iemand gekocht heeft en denkt dat die waarde goed is en dat als een beginpunt kan zien. Zijn jullie wel van plan wat te gaan kopen? Nou, misschien wel. En hoeveel geld zouden jullie daar dan ongeveer uitgeven? Mijn vrouw mag dat wel zeggen, die gaat over het geld. Ja, dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Dat ligt eraan wat het is. Maar wel echt over de miljoenen? Nee, gek, nee. Wel wat dan ongeveer? Nou, 2 ton. Wat zouden jullie ermee doen dan? Een huis neerzetten. Ja.
En waarom denken jullie dan dat zoiets zo duur moet zijn? Ja, kijk, op een gegeven moment heb je een kunstwerk van een kunstenaar die schaars is, of waar weinig van te koop is. Dus die heeft echt goede kwaliteit, maar die is ook gewoon goed. En daar wil je dan iets van hebben. En als er veel mensen iets willen hebben en dat is weinig, dan gaat de prijs vanzelf omhoog. Hoe kan ik zelf nou zien aan een kunstwerk of het veel waard is? Waar moet je dan op letten? Oh, wat een vraag. Dat is niet eenvoudig. Dat is namelijk heel moeilijk. Waar je op moet letten? Je moet eerst letten op de kwaliteit. Kleine details waar je aan kan zien, dit is nou een beeldhouwwerk, of die beeldhouwer zijn best heeft gedaan. Als we nu hier kijken bij die vingertjes bijvoorbeeld, dan zie je dat hij heel fijn die vingers heeft uitgesneden. Zie je? Kijk, kun je heel goed zien. Zelfs de nagels zie je. En handen zijn altijd heel belangrijk. Dat zie je met schilderijen ook. Hè. Vaak verbergen ze die handen als je een portret hebt, want die mensen kunnen niet goed een hand schilderen. Als je mooie details kan aanbrengen, hè, en dan ook weer de handen en gezichten, dan is het vaak van goede kwaliteit. En hoeveel zou zo'n kunstwerk als dit nou kosten? Dat kost €18.500. En waarom dan zoveel? Omdat het dan zo gaaf is, waarom kan het dan niet gewoon €850 zijn? Ja, dat is de markt natuurlijk, hè? Hoeveel denkt u dat dit beeld waard is? Een paar duizend euro zeker. Het kost €35 miljoen. Oh, wat ontzettend. Maar ik heb maar een paar euro bij me. Voor de lunch. Voor de lunch, precies. Als u nou zo'n heel duur schilderij koopt, bent u dan van plan om het ook op een speciale plek te hangen? Of doet u het gewoon in een kluis? Ja, goed, als ik een schilderij koop, wil ik het ook zien. Hè? Moet ik het ook wel thuis hebben hangen. Ik ga niet in een kluis stoppen, want dan zie je het niet. Hè? Kunt u mij vertellen hoe duur zo'n beeld als dit kost? Deze beeld kost $800.000. Dat is best wel veel. Is er al iemand die het beeld gekocht heeft? Ik heb nu 3 verschillende personen die, met wie dat ik bezig ben van te spreken om deze beeld te verkopen. En kunnen zij dan ook nog een beetje onderhandelen over de prijs? Zodat de prijs goedkoper misschien wel wordt? Ik ben een businessman, dus natuurlijk. Hoeveel denkt u dat het zo'n schilderij waard is? 300.000-400.000 zeker. Of 500.000. Maar dat heeft u er niet voor over? Nee, dat heb ik er niet voor over. Want ik ben aan het sparen voor een space reis. Met een space om met de ruimtereis mee te gaan. Dus daar heb ik het geld voor nodig. Dat is ook leuk. Hoeveel geld moet je dan betalen voor zo'n deur? Wat denk je? Weet ik niet. Een miljoen? Ik weet het niet. Iets minder. Ongeveer €150.000. En de deur is al verkocht. Maar als ik dus een deur zou neerzetten zomaar in het gras, zou ik er dan ook €150.000 voor kunnen vragen? Je kunt het proberen. Oké, Caroline, ben je eruit? Hoe wordt de prijs van kunst bepaald? Ja, de prijs van kunst wordt eigenlijk gewoon bepaald doordat mensen het gewoon bereid zijn te geven. En de kunstenaar moet natuurlijk de eerste zijn. Dus als ik nu zo zou doen, dan zeg ik startprijs €200.000. Hey. Hi. Ik zie je naar een neus en een mond. Ja, ik heb ook een vrij grote neus. Hè? Ik zie spleetjes als ogen. Je herkent wel een beetje zo de vormen. Ja, maar je weet niet echt wie het nou echt is. Wat wil je weten vandaag? Hoe is het om slechtziend te zijn? Nou, wij gaan vandaag meelopen met een jongen die slechtziend is. Okay. Hoe denk je dat het is? Ja, maar lijkt het best wel eng. Wat lijkt je er eng aan? Nou, straks loop je opeens in een waterplas in plaats van op de stoep. Ja, dat lijkt me niet echt praktisch. Om erachter te komen of het echt eng is, lopen we vandaag mee met Sam, die al zijn hele leven slechtziend is. Is dit groep 7b? Nee! Niet? Die kant op? Groep 7b? Ja! En we zijn op zoek naar Sam. Nou, die zit hier meteen voor. Hoi. Ja, juf, mogen we hier even plaatsnemen of wat is... Ja hoor, ja? Laten we rustig met hem meekijken. Hé jongens, wij laten even onze jas uit. Je zou het misschien niet denken, maar Sam ziet bijna niets. Hij is slechtziend geboren, maar weet zich toch zijn hele leven al goed te redden. Maar hoeveel zie je dan? Ik zie met mijn linkeroog zie ik helemaal niks meer en met mijn rechteroog ongeveer 3%, misschien zelfs minder. Het is zo weinig dat ze niet meer kunnen meten. En wij hebben ongeveer 100%. 100%, soms iets minder.
Waarom zit je eigenlijk niet op een school voor, ja, bijvoorbeeld speciaal voor slechtziende mensen? Ja, omdat er nu gewoon zoveel hulpmiddelen bestaan waardoor ik gewoon op een normale school kan zitten. Want wat heb je allemaal voor hulpmiddelen staan hier dan? Mijn brailleleesregel, daar kan ik braille op ontvangen. Dat is een schrift, hoe moet ik het uitleggen, voor puntjes eigenlijk. Maar kun je die hier voelen ook, die puntjes? Ja, even kijken, even. Oh. Schiet er dan omhoog. Bij braille zijn de letters van het alfabet vervangen door puntjes. Doordat de puntjes omhoog staan, kun je de letters voelen en kun je als je slechtziend bent toch lezen. En er staat daar nog een gigantisch apparaat. Dat is mijn vergrotingsloop. Ja. Daar kan ik dingen mee heel groot zetten. En op die grootte kun jij het gewoon goed zien ook? Ja. Omdat Anne en ik vandaag echt gaan meemaken hoe het is om slechter te zien, heb ik hier deze brillen. Stokken, alsjeblieft, zie je mij. Zeg maar welke kant we moeten, Sam. Ja, kom wel achter me aan. Kom even uit de andere kant. Ga ik verkeerd? Ja. Oh. En weet jij dan precies de weg naar huis? Ja, dat weet ik gelukkig wel. Dat is cool. En Anne, je loopt verkeerd. Dan moet jij dan. Ik voel me een beetje alsof ik als een soort opaatje loop. Ewout, ja. Waar ben je? Ja, waar ben jij? Oh, in mijn wiel. Sorry. Oké, we gaan nu oversteken. Dan hoor je dat er een auto aankomt. Ja. Steek je stok uit. Dan zeg je in je hoofd of hardop, ik ga oversteken. Ik ga oversteken. Dan stap je van de drempel af. Ja. En dan loop je naar de auto. Dit is wel eng hier, toch? Ja. We zijn nu bijna binnen. Oh, je was er niet binnen aan. Nee. Sorry. We gaan nu een boterham smeren. En Anne, waar heb je trek in? Ik heb zin in een broodje met hagelslag. Waar zijn de broodjes? Oh. Ja! Wat gebeurt er? Ik heb de hagels in de wasbak. Met de bovenbroodje. Nou, je houdt lekker broodje. Mag ik ook een bord? Ja, hier. Ik zal wel even iets inschenken. Nou, wacht even. Ik laat het je zien hoe het moet. Je doet je vinger in het glas. Voel je wanneer het erin zit. Stop. Ja. Nou, dit is wel even goed teamwork, hè? Ja. Zo. Hoi. Hoi. Welkom. Wij kunnen natuurlijk nu onze bril afzetten en dan zien we het weer. Maar dat heb jij natuurlijk niet. Nee. Maar heb je wel eens een moment dat je denkt van, nou, ik zou wel eens alles willen zien? Nee, eigenlijk niet echt. De dingen die ik niet kan doen, vind ik automatisch ook bijna niet heel erg leuk. Zoals? Voetbal, dat vind ik bijvoorbeeld ook. Ik vind het sowieso niet echt heel leuk. En ja, en ik zie het niet. Want we hebben nu eventjes wat dingetjes gedaan met die bril. Hoe vond je het? Ik vond het heel raar, want je weet niet wanneer je boter smeert en wanneer je nou hagelslag doet. Volgens mij is het erg mislukt. Je denkt er ook niet echt bij na als je iemand ziet lopen, weet je? Zo, oh, die is blind. Ja, nou ja, ja, dan ga je weer verder met je eigen leven. Dit is mijn kamer. En je televisie? Ja. Kan je dat wel zien dan? Ja, met mijn loopbril. En dan kan ik zo vanaf een afstand tv kijken. Ja, op mijn loop. En wat lees je dan allemaal onder deze loop? Boeken, tijdschriften. Bijvoorbeeld hier. Het gaat over jou? Ja. Je stond in de Bart Kids. Ja. Kun je eens voorlezen? Sinds 3 maanden gaat Sam Hagraats naar de Zevenkenners. 1. Wil je het hele artikel lezen over Sam? Ga dan nu naar willembever.nl. Elke zaterdag. Dus de 7 kenners zijn je hobby? Ja. Wat heb je nog meer voor hobby's? Ik heb sinds een tijdje heb ik nu de hobby golfbal. Golfbal? Ik heb hier voor jullie allebei een bril. Wat maakt dit dan een sport die speciaal geschikt is voor als je slechtziend bent? Ja, omdat iedereen evenveel ziet. Niks dus. Niks. Ja. Maar daar hebben ze iets op bedacht. Want bij deze sport kun je horen waar de bal is. Er zit iets in, hè? Er zit een bel in of zoiets. En dan heb je een goal. Dan hoor je hem gaan. Dan heb je een goal. En er zitten van die drempels in de goal, zodat je ook hoort tak, wanneer hij er zo overheen gegaan is. Ja. Dan mogen de brillen op. Gek. En nu zie ik helemaal niks meer. Het is de tijd voor ons eerste potje goalbal. Tenter. En nu lijkt het makkelijk met z'n drieën voor het doel de bal tegenhouden. Maar met die bril op valt het vies tegen. Ik zie het niet. Goal! Yes! Oeh. We hebben wel
verloren, maar... Ja. Ja, het is wel een hele leuke sport, vind ik. Ik vond het heel erg leuk. Dat doe je niet zomaar. Want ik ken zelf niemand die slechtziend is. Ik vond het erg leerzaam en leuk vandaag. En ik zou deze dag nog heel vaak willen overdoen. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Ga dan nu naar willemwever.nl.